Deze lezing heet De Eeuwige Blauw. Dat heeft ook een reden. Nou, eerst wat het is. Het is een kanon, een overzicht van kleine en grote culturele rellen in Bergen. Ja. Dit is het atelier overigens van Jaap Min, voor de kenners. Wat heel aardig is, toen Jaap Min overleed en zijn huis werd leeggehaald, toen vond men daarin de Bijbel die ik bij mijn plechtige heilige communie gekregen had. Die was ik kwijtgeraakt. En die bleek, waarom dat ik vroeger ook met jongens Min speelde, die bleek verzeild te raken in dat huis. En bij het opruimen is die teruggevonden. En voorin had mijn vader geschreven, wie deze Bijbel vindt en hem terugbrengt, wacht de hemel. Goed, nog even heel kort over De Eeuwige Blauw. Midden jaren 70 stonden een aantal toen nu nog voor de bekende Bergenaren, André Thompson, Kees Korver, Boy Schot en dingen, die stonden op een feestje en beklaagden zich over de kwaliteit van de Duinstreek. Dat was het suffertje, het wekelijkse suffertje in Bergen. En wij besloten een eigen weekblad op te richten. En naarmate de avond vorderde en er meer drank in de man was, was ook al zeer snel de naam gevonden, De Eeuwige Blauw. We hebben postpapier laten drukken bij René Kuijs op de Dorpstraat. Jan van Ingeschenau, die daarbij was, die was betrokken geweest bij de oprichting van de Uitkrant in Amsterdam. Dus daar hebben we de statuten van gejat. En we zijn op een maandagmorgen om 8:30 terechtgekomen bij notaris Brons op de Breelaan. Van Brons was bekend dat hij zijn stukken niet altijd goed las van tevoren. En bovendien, als hij getuigen nodig had, dan deed hij een klein haakje op de deur naar het kantoor waar zijn medewerkers zaten. En die functioneerde dan gewoon doorwerkend als getuige. En hij begon voor te lezen, heden zijn voor mij verschenen, André Thompson geboren, dan haaien van de geboren. Voor de oprichting van de stichting De Eeuwige Blauw. En toen schrok hij, want toen dacht hij, De Eeuwige Blauw, wat gaan die jongens nou in godsnaam uithalen? Die jongens hebben niets uitgehaald, want die hadden het te druk. Dus er is nooit iets van gekomen. Maar ik dacht, voor deze lezing is het wel weer even leuk. Goed. Een waarschuwing vooraf. Dit overzicht is gebaseerd op eigen waarneming. Op gehoorde, deels apocryfe verhalen. Apocryfe verhalen zijn verhalen die eigenlijk niet in de Bijbel mochten. Omdat men niet zeker wist of ze waar waren. En overlevering. Met overigens ook dank aan Koos Schikkerman, die zijn archief ter beschikking stelde. En ik zat op de kleuterschool met Appie Mulder, nu Adriaan van Dis. Zaten wij samen op de kleuterschool in Bergen aan Zee. En naar aanleiding van zijn boek Indische Duinen correspondeerden wij. En toen wees ik hem op een aantal vermeende fouten in dat boek. En toen schreef hij mij terug. Dat kan nou eenmaal niet anders. Want het geheugen is de grootste leugenfabriek. Dus vandaar, ook voor de rest van dit verhaal. Even een uitstapje nog, niet in Bergen, maar in Amsterdam, maar ik vond het toch leuk genoeg om het te melden. November 1964, Lutzenberg krijgt de poëzieprijs van de stad Amsterdam, uitgereikt in het Stedelijk Museum en komt daar binnen in een hermelijnen mantel en geflankeerd door een aantal andere dichters van de vijftigers, als hellebardiers. En dat werd toen toch een beetje een rel. De volgende rel. Iedereen denkt, de taveerne gaat dicht, dat wordt een rel. Maar dat is helemaal niet nieuw, dat is al oud. Want in 1956 werd voor de eerste keer de taveerne al gesloten. Het werd toen ook nog wel de doorrijstal genoemd van de rustende jager. En in de zomer hield daar het KCB kortlopende ledenexposities. En daar exposeerden onder meer David Kauna, Lutzberg, Jaap Mooi. En die schilderijen waren zo scabreus en erotisch,
dat binnen 2 dagen sloot burgemeester Huygens de tentoonstelling. En ik heb uit dat archief van Koos Schekkerman nog 2 mooie brieven. Want 1 brief waarin de burgemeester het sloot. Maar wat grappig is, een 2e brief, een dag later, van de oude Diesveld, de eigenaar van de Rustende Jaar, die de burgemeester heel ootmoedig een briefje schrijft, waarin hij schrijft dat hij zelf te onoplettend was en te naïef toen hij keek naar de inrichting en de ophanging van de kunstwerken. Want als hij goed gekeken had, had hij het zelf wel gesloten. Maar nu gebeurde het door de burgemeester. Dus dat was de eerste keer dat het teveer nog even dicht was. Jacques Brel in de Pilaren, bekend verhaal, maar ik vertel het niet zelf, ik laat het vertellen. In september 2018 waren Beatrice en ik hier op, het huis met de Pilaren in Bergen. En deze foto's hingen er toen niet, dat moet ik even bijzeggen. Maar ik vroeg aan B. B, weet jij wie hier 54 jaar geleden optrad? Op 30 mei 1964. Dat wist ze niet. Ze denkt eens goed na. Ze dacht na, toen zei ze Toon Hermans. Wat ik jammer vond. Het had gekund natuurlijk, Toon Hermans, maar het was niet Toon Hermans. Nee, ik zei, het was Jacques Brel. En Jacques Brel was die dag in een slecht humeur. Hij was in Rome geweest. Had daar voor de Italiaanse televisie opgetreden, playback, wat hij haatte. Hij was gehaast, hij was moe. En hij verwachtte in Nederland op te treden in een grote zaal. Maar toen kwam hij hier met zijn vertaler Ernst van Altena aan. In dit café, dit restaurant. Café-restaurant. En hij was woedend eigenlijk. Maar hij dacht, oké, ik ben er nu eenmaal. Hij heeft toen in een no-tempo 15 chansons gezongen. Geweldig. Er bestaat opname van. Die zijn later gevonden. Geweldig optreden was het. Maar je zag gewoon dat hij des duivels was. En toen ging hij dus daarna weg. Maar dat ga ik zo even buiten vertellen wat er toen gebeurde. Maar ik merkte wel, toen ik B verteld had over Jacques Brel. Dus ik kende uiteraard Jacques Brel wel. Maar dat zat nog zo even diep. Maar dat toen al een klein beetje begon wat jullie vanavond te horen krijgen. En dat is begonnen op 18... Nee, dat is begonnen in september 2018. Ja, we staan nu voor café-restaurant Het Huis met de Pilaren. Binnen hebben we gezien waar Jacques Brel op 30 mei 1964 optrad. Dat optreden was dus zeer tot zijn ongenoegen. Hij komt naar buiten, de auto staat klaar, want hij moet naar Schiphol. De dag erop moet hij in Madrid zijn. En hij krijgt 12.000 gulden uitgekeerd van de VPRO-radio. Wat in die tijd natuurlijk een groot bedrag was. Dat geld gooit hij weg. Hij zegt, steek maar in je reet of geef het aan het Rode Kruis. Gelukkig pakte zijn chauffeur, de beroemde Jojo, pakte het op. En nou stak het in zijn binnenzak. Hij kreeg ook nog een kaas van zijn vertaler Ernst van Altena. En die kaas lag op schoot en toen zei Ernst van Altena, en ik ben geen vriend van woordspelingen, maar deze vond ik toch wel leuk. Ernst van Altena zei, bon fromage Jacques. En toen ging hij weg, in vliegende vaart. En dat was het avontuur in Bergen binnen. En hij bezwoer nooit meer in Nederland te zullen optreden. In ieder geval niet in zo'n café, maar hij kwam nooit meer in Nederland toe daarna. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent.
avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre. On allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire. Et Casanova, non, c'est pas et moi. Moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Mais les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre, Casanova et moi, moi qui suis resté le plus fier, moi. Moi, je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peigne-cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Ja, ik liet het u toch even helemaal zien, om twee redenen. Het is prachtig zoals hij dat doet, met op de achtergrond de open haard van de pilaar. Dus het is echt, echt. En het is ook mooi, ik ben een linkse jongen, dat iemand zo'n tegen burgerlijkheid geliet zingt. In die pilaren, in die tijd. Dus ik vond dat fantastisch. We gaan verder. Volgende rel. Beatrix op bezoek. Taveerne weer dicht. Taveerne gaat dus heel regelmatig dicht. Wat is het geval? Jani wordt 80. En er is een grote bijeenkomst in de bioscoopzaal van de Rustende Jaar. En daar komen prinses Beatrix, prins Klaus en burgemeester, minister Marga Klompé. Die komt hem een hoge onderscheiding uitreiken. Jani, ik zeg dan Jani, maar Adriaan Roland Holst, gaat regelmatig naar Drakenstein. Dan verschijnt er een AA-auto voor Frankenstaten en dan wordt hij naar Drakenstein gebracht. Daar verblijft hij soms zelfs een nacht. En als hij dan terugkomt, zit hij daar regelmatig in die pilaren over te pochen. En wij zitten op een avond aan een tafeltje aan het raam in de pilaren. Als je binnenkomt, eerst het tafeltje links. Toen nog keurig met een kleedje. Niet meer geloof. Jammer. Jammer. Zeker jammer. En wij zitten daar, plusje kleedje. En wij zitten daar. Jani, Joop Uitenthuis, beroemde ambtenaar in Bergen. Mathieu Wiegman en ik. En Jani, die pocht over zijn bezoek aan Drakenstein. En die zegt tegen ons, het was zo leuk, het was zo leuk. En Beatrix deed Willem-Alexander in het bad. En ik mocht erbij zijn, het was zo leuk. En vervolgens zegt Mathieu Wiegman tegen Jani, heb je het nu gevraagd? Heb je het nu gevraagd? En Jani antwoordt een beetje korselig, vragen, vragen, wat moet ik vragen? Ja, zegt Mathieu, die zegt, Joop moet ergens burgemeester worden. En vervolgens zegt Joop, ik wil nergens burgemeester worden. Maar goed, dat even als inleiding. Zij komen daar die avond. Een week daarvoor, anderhalve week daarvoor, komt de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst en misschien ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst, komen naar de Rustende Jaar. Om vanwege het bezoek te controleren of het allemaal wel een beetje netjes is. Of er een toilet is voor de prinses en al dat soort zaken. Dat gebeurt op een vrijdagmiddag. En aan het eind van die middag denken die heren, misschien was er een dame bij van de BVD en de RVD,
die denken na gedane arbeid is het goed om een biertje te drinken. En die begeven zich naar het taveerne. En die lopen daarop tegen een muur, een walm van hash. En voor hun begrepen mannen en vrouwen in wat alternatieve kleding, lange haren en al dat soort dingen. En bovendien constateren ze, toen was er nog een open verbinding tussen het taveerne, de keuken van de rustende jager, en de hal van de bioscoop, waar ook die toilet was waar eventueel de prinses gebruik van moest maken. Er is overlegd met de burgemeester en het is besloten dat die dinsdagavond het taveerne dicht bleef. Nou, doet het toeval zich voor dat ik in die tijd, dinsdag of op woensdag, Martin Rauwendaal, kent schilder, maar ook barkeeper in het taveerne, verving. Ik heb 25 gulden gekregen, ik weet niet van wie, maar ik heb die avond niet gewerkt. Maar het feestje is doorgegaan. Bij de rustende jager in Bergen was het bijzonder druk en dat had een bijzondere reden. Prinses Beatrix was hierheen gekomen ter ere van de prins der Nederlandse dichters, Adriaan Roland Holst. En met haar kwamen onder andere prins Klaus en minister Klompé. Roland Holst vierde zijn 80ste verjaardag en dat leidde tot een zeer feestelijk samenzijn daar in Bergen. Meer dan 300 mensen uit de wereld van de schone kunsten, onder wie we de beeldhouwer Marie Andriessen herkenden, luisterden naar de huldigingstoespraak van minister Klompé, die de dichter meedeelde dat hij benoemd was tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Hare excellentie hing de dichter vervolgens zelf de aan deze onderscheiding verbonden versierselen om. Adrianus Roland Holst, die in 1908 debuteerde, vond de onderscheiding van een te zware orde, waarop minister Klompé hem tijdelijk terugnam. Maar straks zal hij er trots mee door Bergen lopen, het dorp waar hij het grootste deel van zijn leven woonde en werkte. Een klein relletje rond Roland Holst. Hij woonde op de Nestdijk. Deed niets aan zijn tuin. Die stond vol met springbalsemien. En u weet hoe dat werkt, springbalsemien, als dat eenmaal rijp is en het zaad verspreidt. Drie tuinen verder. Dus dat was reden voor de buurvrouw om is aan hem te vragen om iets aan die springbalsemien te doen. Welke buurvrouw was dat? Dat weet ik niet. Nummer 5 of nummer 9. Nee, dat moet ik even afvragen. En toen sprak hij de historische woorden: als God wil dat er iets aan mijn tuin gebeurt, stuurt u wel een tuinman. En verder gebeurde er niets aan. Dat is een klein relletje, maar er zijn er ook van een grote omvang. Adriaan Roland Holst en de aanranding. Me Too in 1967. En daar is iets speciaals mee. Ik heb dat gehoord uit de eerste hand van het slachtoffer. Maar die heeft tegen mij verteld, wetend dat ik nog wel eens wil uitweiden of er iets erbij wil fantaseren. Die heeft gezegd, je mag het hier wel vertellen, maar je moet exact vertellen wat ik jou verteld heb. En dus je mag er niets meer bij verzinnen of kleuren of dingen. Dus ik ga het u voorlezen. Anders krijg ik ruzie met het slachtoffer. Ik lees het u voor, want ik heb het uit haar eerste hand, maar mag er zelf niets bij verzinnen. Het is november 1967. In een gerenommeerde Bergense winkel staat een nieuw winkelmeisje. Vers uit Amsterdam. 21 lentes, knap, geëmancipeerd en niet op haar mondje gevallen. Bovendien al snel bekend met de cliëntele van de winkel en de leestafel in de Pilaren. Haar baas is die dag naar een beurs, dus is alleen en druk met het bijvullen van de waar. Dan komt Adriaan Roland Holst binnen. Tot haar verbazing omarmt hij haar plotseling en drukt een natte zoen in haar nek. Ze keert zich om en geeft hem een zodanig oplawaai dat hij bijkans met wandelstok op de vloer valt. Deelt hem mede dat ze hem niet meer wil helpen. Dat moet haar baas maar doen en bij zijn afwezigheid jammer dan. Consternatie bij haar baas, haar kompanen aan de leestafel en de toenmalige burgemeester Lode Ruiter. Mediatie door de burgemeester De Ruiter en ambtenaar Joop Uitenthuis gaat van start. Resultaat, 10 maanden later,
een verzoeningsdiner in de Pilaren, voorafgegaan door een borreltje in het appartement van Jani in Frankenstaat. Alles wordt vastgelegd per brief. Drankje in Frankenstaat, Tio Pepersherry, de toen veel gedronken droge sherry. Zoete koekjes, ter keuze roos of koolmeeszoeker. Wordt roos. Plaats diner in de Pilaren, tafel direct achter het toenmalige Forelle Aquarium. Opdat Joop Uitenthuis vanaf de leestafel de voortgang en het gedrag van Jani in de gaten kan houden. Alles verloopt voorspoedig. Zij het dat Jani in Frankenstaat zijn appartement laat zien en bij het tonen van het slaapvertrek toch nog even zijn hand dwingend op haar rug legt. Te vergeefs. Na het hoofdgerecht in de Pilaren begint Jani te dommelen. De ober, het was in dat geval meneer Kees, maar het had ook meneer Ab kunnen zijn. De ober belt een taxi. Jani vertrekt, maar niet dan nadat hij het winkelmeisje een boekje met zijn aforismen schenkt, verzameld door Simon Carmichelt. Met op het schutblad een tekst, deels gedrukt en deels met de hand geschreven, een kort kusje van Jani. En dit is het boekje, als u het wilt controleren of het echt waar is. Dit is het boekje, ja. Met de tekst. Goed. Jani gaf al vaker boeken weg. Dit is niet een ruil, maar hij gaf al vaker boeken weg. Daar mag ik er ook twee van laten zien. Wat ben ik daarvoor nodig? Dit zijn er twee. Dat is Een Winter aan Zee, het beroemde gedichtenbundel van hem. En Weer een Dag. En in beide gevallen heeft hij dat cadeau gedaan aan Dirk en Trien Klomp. Die woonden toen naast Jani. En in Winter aan Zee schreef hij aan Trien en Dirk om vooral niet uit het hoofd te leren. En bij Weer een Dag schreef hij dit boek dat eens zijn plaats mogen vinden in die dierbare kamer aan de Nesdijk. En daar zit nog wel een klein relletje aan. Want dit boekje is, daar zitten tekeningen in. Dat kan ik laten zien. Er zitten tekeningen in. En die tekeningen zijn gemaakt door Giselle van Waterschoot van de Gracht. En Jani zou in het dorp wel eens gezegd hebben, de natste vrouw van het dorp. He? Van Waterschoot van de Gracht. Goed, ik ben blij dat ik het heb. Goed, volgende ruil. Het Jeugdhotel, 1972. Jong Nederland staat leeg. En overigens heeft daarnet André Thompson in de vorige lezing het nog weer wat uitgebreider verteld. Maar André Thompson en Kees Korver wethouder en André Thompson raadslid, die denken dat is leuk, we maken daar een jeugdhotel van. André diept ijlings wat statuten op van een jeugdhotel in Utrecht. En in dat jeugdhotel staat dat het is niet de eerste taak van de leiding om toe te zien op het gebruik van softdrugs en gemengd slapen. Dat komt in de raadsvergadering. En blinde woede bij de KVP, Klaasveld, Thijsveld, toenmalige KVP-raadslid, fractievoorzitter. En er wordt een motie van wantrouwen ingediend. En vooral omdat Kees Korver ook nog wethouder onderwijs was. Dat was een beetje het argument van een wethouder onderwijs die zoiets toestaat. Dat kan niet. En Kees is ontslagen als wethouder. Later bleek dat de KVP het plan had om ene meneer Van Langen wethouder te maken. Die was directeur of
adjunct-directeur bij de Hoogovens. En de Hoogovens had zijn oog laten vallen op Jong Nederland om daar Spaanse gastarbeiders te huisvesten. Goed, Van Lange deed iets stoms. Heel kort wethouder geweest, maar die gaf een omgevingsvergunning voor de bouw van een boerderij. Dat zou een proefboerderij worden, maar dat bleek gewoon een villa te worden voor een veevoederhandelaar. Dus hij is heel snel weer vertrokken en toen is Kees Korver alsnog weer wethouder geworden. Later is, dat is ook nog wel grappig om te vertellen, dat is op zich geen helm, maar Jong Nederland is toen gekaard door 12 Bergense kunstenaars. En inmiddels was het in bezit, we praten nu als het om het plein gaat weer over de firma Bot uit Heergewaard. Maar het was toen in bezit van de firma Bot. En een van de zoons Bot, Piet Bot, die bemoeide zich met name met de projectontwikkeling. En toen was het gekaard, er zaten 12 krakers in. Maar onder die krakers zaten toen, we praten dus over ergens in de 70 jaren, zaten een paar hele mooie vrouwen. En Piet Bot was gek op mooie vrouwen. Dus Piet kwam regelmatig bij zijn eigen krakers op bezoek. Dat vond hij wel gezellig, vond hij wel leuk. En op een goede dag kreeg Guus Bossever, die woonde in het solarium achter Jong Nederland, zit een prachtig rond gebouw, zo'n rijksmonument, het solarium waar die kinderen smiddags liepen. Guus Bossever is van een bekende Nederlandse bestuursfamilie. Guus kreeg een erfenis. En toen begon een beetje de economische crisis, begin 80 jaar, eind 70. Het milieu kwam, we kregen die gasporingen, die problemen. Dus Piet wilde er wel vanaf. En die zei tegen Guus Bossever, waarom koop je het niet van me? Guus heeft heel Jong Nederland gekocht voor 200.000 gulden. Hij heeft zelf het solarium gehouden. En hij heeft voor 125.000 gulden het hoofdgebouw, dit gebouw, en hier staat nog een gymnastieklokaal, heeft hij voor 125.000 gulden aan zijn collega Kragers verkocht. Die hebben dat goed geregeld. Eind 90 jaren kregen ze slaande ruzie. Toen hebben ze aan André Thompson en mij gevraagd om te bemiddelen. En ik ben met veel plezier 16 jaar lang extern voorzitter van Jong Nederland geworden. En het gaat nu goed. Dat is niet mijn schuld hoor, maar ik zeg het maar even. De rustende jager nog weer gekraakt, hè, in 72. André Thompson heeft net nog weer verteld hoe dat ging. Hè, met alle gebeurtenissen. Maanden overleg geweest met de gemeente, commissies en dingen, maar uiteindelijk niet gelukt. Er werd een tijd geëxploiteerd door de West-Friese horecamagnaat Arie Boekel. En later verkocht aan Schramma. Deze sheet zit op de verkeerde plek. Want we zijn ineens weer terug in 1964. Dus die moet ik even opschrijven naar voren, maar goed, dat zal ik doen. Jan Wolkers, Boekenweek. Jan Wolkers leest voor in de rustende jager. Uit een roos van vlees. De bioscoopzaal zit vol. Met Bergenaar, oudere Bergenaar dingen, maar ook een paar klassen van de Bergen Meisjesschool, dus wat nu de Bergen Scholengemeenschap is, die met hun leraar Nederlands, leuk, boekenweek, hup, we gaan naar rustende jaren. Jan Wolkers is midden in een wel heel erotische en scabreuze passage uit zijn boek. En een van de rijen waar die meisjes zitten, van de meisjesschool, staat uit het midden een 17-jarig meisje op en loopt de zaal uit. En de rest van de aanwezigen, ouderen ook, die denken, als zo'n meisje van 17 dit te erg vindt, dan moeten wij ook maar de zaal verlaten. En een groot gedeelte van het publiek verdwijnt. Achteraf blijkt dat het mijn oudste zusje Godelieve is, die de laatste bus naar Bergen aan Zee moet staan. Gaat gebeuren. Goed. Kranenburg weer, sloop, niet sloop. Nieuw gemeentehuis, dingen, toestanden in de krant, 68. Het gebeurt allemaal niets. Hè?
raadhuis annex, cultureel sociaal centrum. We hebben wel een theater, maar we hebben geen gemeentehuis. Maar het was toen dingen. Even nog een, dan weer zo'n kleine rel. Jan van Herwijnen woonde op de Eeuwgelaan in het huis waar later Pagel ook woonde. Zal sommigen van jullie ook nog wel wat zeggen. Nogal een vrije opvoeding. Hè? Beeldleven. Ik studeerde in die tijd in Amsterdam. Ik kwam wel eens tegen bij Eilders of bij Reinders aan het Leidseplein. Daar kon ik dagen verwijnen. En wat ik zeg, in het volksmond heette dat een beetje het huishouden van Jan Steen. En een van de consequenties van die vrijmoedige opvoeding was dat zijn kinderen in tijden zoals nu naakt in de tuin liepen. Tot grote ergernis van de buurvrouw. Die op een gegeven moment mevrouw Van Herwijnen aansprak en zei, ja, moet je luisteren, Eeuwgelaan, Keurstraat, en die kinderen van jou lopen maar naakt in de tuin, zou je niet samen met je man eens willen overleggen en willen ervoor zorgen dat het daar een einde aan komt. Jan van Herwijnen zegt, dat gaan we doen. Ze staan in de hal te praten, hij kleedt zich spiernaakt uit, loopt naar de erfscheiding en roept, buurvrouw, buurvrouw, heb je iets aan te merken over de kleding van mijn kinderen? Ik wil het nog even verifiëren. Ik heb het laatst met Geertrui van Herwijnen over gehad. Die zegt, we kennen het verhaal, veel Bergenaren kennen het verhaal. Maar zij zegt, het is door Simon Cornwichel, die Jan vaak tegenkwam in Eilders of Reinders in Amsterdam. Cornwichel heeft het in de wereld geholpen, maar ik vraag me af of het waar is. En dan natuurlijk Ans Wortel in Kranenburg. Een grote rel. En ook dat laat ik haar zelf maar vertellen. Hij moest wel de villa goed onderhouden. En nu, 20 jaar later dus, wil de gemeente het huis terug om er een museum van te maken. Maar Ans Wortel wil er niet uit. De rechter heeft al uitgemaakt dat ze er echt uit moet, maar ze blijft in protest. Is van dit werk. En dit werk is van dat huis. Mijn werk is in dit huis gegroeid, door dit huis, ontwikkeld tot wat het geworden is. Over 2 maanden mogen ze me er door de ME uit laten zetten. Hoe moeten ze dat maar doen? Hoe moet ik er tegenover staan? Ik weet het niet. Mijn rugzak is veel te zwaar om hiermee aan de wandel te gaan. Dat kun je zelf constateren. Je kan beter je camera op de wanden zetten dan op mij. En ik kan nu al 3 weken niet werken, omdat ik opruimen moet. Daar groeit een soort gruwelijke haat in me. Als ze me van mijn werk afhouden. Ik ben in de wereld om te werken. Ik hou van mijn werk. Als ik me overuren, dat iedereen is me. Van ja, maar iedereen moet huur betalen. Ja, dank je de donder. Iedereen krijgt ook zijn overuren betaald. En zijn ziekte. En zijn ziektewet. En zo weet ik wat allemaal. Ik niet. Ik bedoel, mijn overuren die hier ruimschoots hangen, daar heb ik nooit een stuiver voor gevangen. Ik heb trouwens geen overuren. Ik heb dingen die ontstaan en die mij verbieden hoe lang ik werken moet. Gezegd dat het zo misschien nog een klein beetje bewaard kan blijven als hij zoals de ME het eruit gaat sliepen. Dus dat heb ik dan nog maar aangeschaft in de hoop dat hij gelijk heeft.
was iemand die zei, ja, je hebt dit als vriendendienst gekregen, waarom ga je nou als vriendendienst ook niet gewoon weg? Hoe kan ik weg? Geef me een reden, een portemonnee of een huis waardoor ik weg kan en ik ben vertrokken. Koud kunstje, ze bieden mij een huis aan van 1000 gulden in de maand wat ik krijg voor mezelf. En mijn twee kindjes, één van 24 en van 38, die dan ook een kamer hebben. In een rijtje. Daar moet al dat werk dan ook ingepropt worden. Hoe wil ik dat doen? Die hele buurt gaat op zijn achterste benen staan als het daar een soort... ja, wat wordt het? Wij zitten in de tuin in een tentje als dit daar allemaal in staat. Niet gedemotiveerd. Ik hoop nog steeds dat als ik mijn kont dichtknijp, dat dit land inderdaad dat kunstminnende land is waar het zich voor uitgeeft. Zoveel over te vertellen. Kranenburg en het KCB. En het NAKC. Plein 7. Het gebouw. Van wie was het? Was het nou van het KCB? Was het van het NAKC? Hoe heeft het bijgedragen aan de nieuwbouw van Kranenburg? Een ingewikkeld verhaal. Verschillende directeuren. Een deel van de collectie. Smithuis bijvoorbeeld. In het Singer. Een deel in Alkmaar. De mooiste zaal van Bergse School vind je in Alkmaar. Nu een prachtige tentoonstelling over het licht en de Bergse School. En dat allemaal werd min of meer besloten in deze vergadering. Welkom, leden, donateurs. En dan moet je vooral letten op wat er in het balk hieronder verschijnt. Formeel nog begrijp ik de Stichting Nieuw-Kranenburg. Ik stel voor dat we in het vervolg uitsluitend nog buitengewone medewerking gaan houden. Dat werkt. Zo willen wij het als, want dat zijn we toch eigenlijk een keer medewerking, zo willen we dat heel graag. Dat we dus als bestuurder altijd zo gesteund en gesterkt voelen en zo verborgen. Goed. Dit is een buitengewone ledenvergadering. En op verzoek van een 9-tal leden. En woordvoerder daarvan is Tom Voermans. Goed, over die 1 miljoen en alles is veel meer te vertellen. Dat ga ik nu niet doen. Want dat gaat dan over rijke verleders. De uiteindelijke moeizame relatie tussen het KCB en het NHKC. De uiteindelijke plek die het KCB als volgens velen ondergeschoven kind kreeg in Kranenburg. De vrieskoude relatie tussen de opvolgende directeuren Kranenburg en de bestuur in KCB. En feitelijke financiële bijdrage die het gebouw 7 aan de nieuwbouw Kranenburg heeft geleverd. Dus dat zal nog wel even duren voordat die discussie is uitgekristalliseerd. Ja. Oh nee, moet nog één nog terug. En dan nog een klein relletje tot slot, maar wel heel recent. In de vergadering van de eerste bijeenkomst rond de viering van 75 jaar KCB, was Adriaan van Dis gevraagd om een inleiding te houden. Dat heeft hij ook met verve gedaan. Die heeft zeggen en schrijven 1 dag op internet gaan staan. En vervolgens was hij verdwenen, omdat zowel Adriaan als zijn uitgever het KCB hadden bevolen om hem direct weer ervan af te halen. En het is nog altijd onduidelijk waarom. Want ja,
toen Adriaan binnenkwam, had hij natuurlijk pontificaal Marcus van Horen met die camera moeten zien staan. Ja, en misschien had het KCB hem het wel even moeten vragen. Dus dat is een beetje gek gegaan. Ik heb hem heel kort gezien, één keer, omdat ik dezelfde dag er nog even naar keek. Maar daarna is hij spoorloos verdwenen, wat jammer is. En het tweede punt is, u zag het ook in de kerk hiernaast bij het KCB. De enorme affiches, de toekomst is nu. Maar wat jammer was, is dat die hele 75-jaar viering alleen maar bestond uit terugblikken. En over de toekomst is nu nauwelijks een woord is fout gemaakt. Dus dat was ook wel een beetje jammer. Goed, een klein relletje. Ten slotte, deze kanon, dit overzicht, is een work in process. Wellicht komen er nog verborgen rellen mee. Ik heb het nu, dit is de vierde keer, maar ik heb het drie keer gedaan en er zijn na afloop al zeker drie mensen bij me gekomen met nieuwe rellen. Die gaan we ook nog verwerken. En idealiter wordt deze kanon zelf een rel. Omdat mensen zich verkeerd geciteerd of neergezet voelen. Of omdat ze, en dat doet een beetje denken aan destijds Wim Kan met zijn oudejaarsconferences. Omdat ze niet genoemd worden, dat kan ook nog. Kom maar op, zou ik zeggen. Dank u wel.